Kan jij iets spelen, Rob? Ja. Speel eens iets? Moet je me horen? Jan Vennegoor, Wesseling. Zo, wij gaan vandaag een nieuw nummer maken. Zoals je ziet zijn we vol met inspiratie. Hey, Roet Christen! Zeg jammer dat Nick's pack niet. Ik heb de battle met Nick's pack gewonnen. Hey. Ik ben 5 kilo afgevallen door buik. We gaan een banger maken. Ja, dat is weer een twist, hè, want we hebben alles al gehad, weet je wel. We hebben nu, er werkt nog maar één ding op het wereldwijde web. En dat zijn remakes van nummers. En als iemand nog nooit een video zelf bedacht hebben. Ja, is het op ons live geschreven, lijkbaar. Geen kartier of klein broertje. Ik zeg klein broertje. Dus, maar even concreet. We gaan dus een remake maken, maar ik wil eigenlijk L'Amour Toujours. Oftewel Jan Vennegoor liedje. Ja, dus we pakken gewoon een random, gewoon goed nummer. Ja. Noem het Trompetisto of zo, ja, bijvoorbeeld. En dan pakken we die melodie en dan maken we gewoon een heel nieuw nummer van. Ja. Wij niet, dat doet dan de zoals Chris Cross chef hier. Dat dus ook altijd doen. Dit vind ik een kut lied. Ik ben zelf ben ik erg voorstander van deze man. Wat is dit? Een hele lange intro. Hoeveel views heeft dit dan? Laat me even. Oké, sorry. Degene die ik nu heb aangeklikt, 1,6 miljoen. Dus dat zal niet de originele zijn. En hier nog een remix, 255 miljoen. Eigenlijk, het is wel voor het YouTube tijdperk, hè? Viraal nummer. Ja. Jij denkt dat wij daar een soort popliedje van kunnen maken? Als we daar iets voor kunnen maken, dan is dat sowieso viraal. Denk je dat dat kan? Niet haalbaar. Nee? Niet haalbaar. Ik ga gewoon meteen, vandaag ga ik gewoon duidelijk zijn. Hoezo zeg je dat? Dans ik het doer, het is te exotisch voor je. Kijk, wij zitten al. Ik met jou mee, maar Curaçao. Ik adem Mexicaan, hoor. Dat er nog drie eruit kwamen. Heb jij nog een betere... Ik heb een nummer, die komt uit de jaren 80. Oh jee. Gek hoor deze. Eigenlijk had Koen die bril moeten nemen. Oh, die is goed hoor, die deed het niet. 150 parkeerplaats. Oh, dan zingen we echt op de melodie. Hij wordt wel heel traag dan een beetje. Nee, ik zou dat stuk dan niet zingen, alleen dat leuke melodietje zou ik snel zingen. Ik denk dat L'Amour Toujours ook wel een goede optie is. Heb jij wat gemaakt? Ik heb toevallig al wat gemaakt. Ik had in jou toch gestuurd, het wordt een soort L'Amour Toujours. Dan heb je gelijk L'Amour Toujours gemaakt. Die voelde je wel, hè? Rood, geel, blauw. Jan Vennegoor, dat is er niet, hè? Het is wel... Wacht. Het is een luchtstroom, man. Ja, genoeg. Niet meer spoilen. Ik voel deze wel. Mijn creatieve proces is op dit moment aan het gaan. Ja, mijn creatieve proces gaat nu van start, want ik ga even naar het toilet. Wat wordt de hoek? Maar het onderwerp is... Het onderwerp, ja. Hey, moodboardje? Ook geen gek idee, hoor. Stapel gekkers ontstaan uit een moodboard. Alleen jullie energie is heel negatief mee. Waar zit jouw wc? Onder de trap. Nee, dat mag je niet weten. Poepen! Zullen we het een keer doen over een thema wat meer buiten ons komt? Inclusief? Ja, bijvoorbeeld de problematiek in de wereld. Waar mensen het niet allemaal hetzelfde hebben als wij. Of seks. Nee. Dat is toch geen probleem? Maar jij kan toch voor het nummer wel doen alsof jij gewoon verliefd bent op een man? Ja, tuurlijk, maar dat zou jij ook kunnen doen. Ja! Ik zit te denken of mijn antwoord echt in de muts, want ik reageer eigenlijk nog best wel goed voor ikzelf. Dames en heren, mensen thuis. Top 2000 kijkers. Onze top 2000 waardige refreinzanger gaat nu weer een poging wagen. Ja, volgend jaar top 10. Zing dan! Ja, zing dan. Je blik richting mij en de dingen die je zei. Kan niet concentreren, ben totaal de focus kwijt. Je hebt twee keer dit achter elkaar, zeg maar. Ja, dus wil je dan... Wil je een copy-paste of wil je nog een klein... Doe maar de tweede zin in je eentje. Dus dan een fake achterpleur. Ja, en vluchtstrook bijvoorbeeld. Niet dat dit daar ook eens meer is. Besef, dat is een remake en daar maken wij weer een soort remake op. Dat 30 over de blokmarkering. Ja, over de blokmarkering. Dan mag je wel rechts inhalen, weet je dat? Dat is een lifehack voor alle mensen die 130 naar een neukje willen. Je kan ook over de blokmarkering, dan mag je dus inhalen. En als je 130, krijg je dan ook nog een boete voor 30 te hard erbij? Het ligt eraan hoe laat het is. Want meestal ga je neuken pas avonds en dan mag je bijvoorbeeld dat A2 al gewoon. Ah, ja, dat is helemaal niet druk. Ons nummer is veel logischer eigenlijk. Ik denk dat dat gewoon een middagneuk. Nou, 5 uur neukje. Zo! Je blik richting mij en de dingen die je zei. Five minutes later. Oké, Koen, deel 2 van het refrein. Ja, wat we dus nu gaan doen, we gaan iets helemaal anders doen. We gaan een keer een refrein met z'n tweeën doen. We hebben dat nog nooit gedaan, echt? Toch? Nee, ja, ik doe het begin, jij doet het tweede gedeelte. Ja, maar gewoon een refrein met twee mannen. Ja, en twee vrouwen had ook gekund, maar wij zijn dan toevallig twee mannen. Ja, wij hebben ook weinig vrouwen binnen de bank zitten, dus dat was sowieso wel lastig. Ik kan wel even rimmen ook tijdens dat. Luister, ik blow heel veel. Luister, dat grap. Mensen luisteren. Ik snuif veel. Ik snuif veel, heel veel. Dit gedrag. Ik weet niet waar ik heb op zoeken, dat ik jou zag op dat hoekje, daarna was ik het kwijt.
Ik wist niet. Ik wist niet waar ik het moest zoeken tot ik jou zou moeten zoeken. Ik wist niet dat... De zin, ik wist niet waar ik het moest zoeken, vind ik moeilijk. Ik wist niet dat... Wist niet. Many months later. Kun jij die inzingen en dan zachtjes aanzetten? Dan zing ik hem over. Ik wist niet waar ik het moest zoeken tot ik jou zag op dat doekje. Daarna was ik het kwijt. Dan heb je heel gehoord hoe het moest, hè? Luister. Ik beloof veel. Waar ik het moest zoeken tot ik jou zag op dat hoekje, daarna was ik het kwijt. Kijk. Mensen, dit is een kijkje in de keuken. Daarna was ik het kwijt. Oh, jij mag nooit iets over mij zeggen. Dit is moeilijk, man. Dit is... Ja, dat zeg ik zo vaak. Jongens, ho. Jullie doen het echt best wel aardig. Ik wist niet waar ik het moest zoeken tot ik jou zag op dat hoekje, daarna was ik het kwijt. Overstuur, denk ik. Ja, het is wel iets te enthousiast. Te enthousiast? Ik wist niet waar ik het moest zoeken tot ik jou zag op dat hoekje, daarna was ik het kwijt. Dit is heel goed. Maar je komt nog wel een soort van strompelend in. Mensen, het lijkt me duidelijk. Wij gaan nog even werken aan muziek. Juist in de hoogte van de finale. Ik vond dat stoorde me niet echt. Bij dat eerste... Oh, die beest. We zijn nu bezig met de coupletten, het refrein zo goed als al. Ik zeg je eerlijk, voor showbanger al. Vroeger fokte ik met school, maar die tijden zijn voorbij. Want als ik in de les ben, zit jij daar aan mijn zij. Focus ver te zoeken, zit de hele les te zweven. Loop achter feiten aan, kan jij me straks wat bijles geven? Ja, ik denk dus dat dit af en het best goed is. Maar er zit iemand doorheen te lachen hierachter. Ik heb het in jouw gaks iets pakken. Hé, je moet je bek. Hij doet het hartstikke goed, die Milo. Je zit alleen maar een beetje genieten te lachen. Hij noemde hem ook nog een kleine dikke, noemde hij hem ook nog. Dat zei ik. Kleine dikke? Dat was de konijn. Kleine dikke? Ja. Toen was je zelf niet. Ja, daarom. Ik kun je alles lengte. Alle dag gewoon toch naar Mixpack moeten gaan, want ik vind de energie op deze werkvloer heel vervelend. Ik ben best wel hype voor dit stukje van Rob. Hé, wat is dit een mooie shot, Milo. Ja, dat mag je als je... Ik ben 18 jaar aan het trainen voor een beter lijf. Maar als ik jou zie in de gym, raak ik mijn focus kwijt. Dat komt er niet uit. Rob, ben jij al fucking ready? Ik heb vaak bij nummers wel dat ik dan denk van, ja, dit is het. Ja? Maar ik heb nog nooit zo ver in een nummer gehad dat ik nog niet denk, het is het. Oh, dus jij bent nog niet? Oeh, dat is wel jammer. Hij moet gewoon zingen en hij laat een boer. Ik ben 18 jaar aan het trainen voor een iets beter lijf. Maar als ik jou in deze gym zie, raak ik mijn focus kwijt. Ik ben 18 jaar aan het trainen voor een iets beter lijf. Maar als ik jou in deze gym zie, raak ik mijn focus kwijt. Het gaat goed! Kijk wat rustig is. Het is onder schouderhoogte, mag niet. Oh nee, kut, boven mag juist niet. Het is lang geleden dat ze kinderachtige kutspel heeft gedaan. Hij stopt hem elke keer omdat jij er doorheen hebt. Ik ben hier aan het trainen voor een iets beter. Dat heet rol, hè? Dat heet rol. Maar als ik jou in deze gym zie, raak ik mijn focus kwijt. Hij doet het me ineens goed terwijl ik die camera aanzet, want ik hoopte dat hij nog een keer kwijt zei. Ik zei net kwijt, jongens. Ik kom uit Amsterdam. Laatste. Ik heb een kaartje met mijn broer om samen naar Berghuis te kijken. Wie is je broer dan? Deze gast die hier zit. En mag groen! Kom hier! Aan de Amsterdamse grachten. Veel mensen om je heen, maar je bent zuinig met je lach. Er gaan uren, dagen, maanden aan voorbij. Dat ik nog wacht. Denk als de top 2000 dit hoort, dat de volgend jaar niet meer wel. Veel mensen om je heen, maar je bent zuinig met je lach. Er gaan uren, dagen, maanden aan voorbij dat ik nog wacht. Later. Kleine update, we zijn aangekomen bij het allerbelangrijkste onderdeel van het nummer. De bridge. Het is de bridge hier. Dit is echt een mooi shot zo. Jullie met dat blauwe licht en dan die gorgelklanken van Rousseau op de achtergrond. Die het allemaal net iets romantischer maken. Riemen! Ik met mijn hand in mijn broek. Ja, mensen, wij hebben samen het refrein gedaan. Wij zijn erin duo. Volgende keer jullie. Ik ben wel een beetje moe of zo al. Echt? Nee, natuurlijk niet. Oh, let's go! Godverdamme. Mat, maak het zo geil mogelijk. We moeten die soppende vrouwtjes aanspreken. Ja, dit is ja, ja, maar dat deed hij net dus ook al. Toen dacht ik, ja, we hebben hem. Nummer 1 hit, top 40, kom op Marco, we zaten op je been dan, kom op. Hey. Want je blik richting mij en de dingen die je zei. De clip is ook nog wel essentieel, hè. Wat vind ik weer terug hier bij jou? Ah man, ik word echt helemaal bloedgeil en nat. Ik hoef niet alles op zijn minst dat je me even vertrouwt. Mooi hoor. Alles wat ik kwijt was... Ging jij naartoe? Waar ging jij heen? Alles wat ik kwijt was, vind ik... Waarom, wat ben je aan het doen? Ja, ik weet niet wat ik aan het doen ben. Hij bleek richting mij en de dingen die je zei. Kan je concentreren met bepaalde focus kwijt. Oké, tijd voor de clip. Oh, mijn
zijn gehoord. Dit wordt nog wat. Bro, heb jij de puppy's al gezien? De daggoes. De daggoes. Wat ik had in mijn motto. Puppy's eigenlijk echt een soort scam. Iedereen heeft schattig, ik hoop een puppy. Binnen 3 maanden, grote daggoes. Eigenlijk moet gewoon geen eten geven, elke dag een bier met je bij elkaar knijpen. Zolang mogelijk ervan genieten. In een kooitje stoppen, daarom zitten ze ook in een kooi, zodat ze niet groot worden. Weet je wat nog leuker is? We hebben ook allemaal een eigen tegenspeelster. Alleen ik vind die puppy's vind ik leuker. Oh, man. Wat zat daarnet? Jullie liet zijn schoenen strikken, echt alsof hij gewoon zo'n kindje was door zijn moeder voor de schoolfoto werd aangekleed, weet je. Wat waren de details bij zo'n clipshoot, hè? Maar wij worden dus nu gestyled door Amin, toch? Amin. Wat ga je met Milo doen? Milo gaan we wel voor een andere aanpak. Bij jou doen we het simpel. Ik zal dan die witte schoen gewoon aanhouden, is perfect. En je had ook geen schoenen in zijn maat kunnen vinden. Dat ook. Ja. Zo, mat. Oh mijn god. Mascara, ook weer? Hey, waar is Koen? Koen had vanochtend zijn solo stukje. Die is al naar huis gegaan. Wij hebben morgen allemaal onze solo. En verder doen we vandaag het gemeenschappelijke deel. Koen had dus even pauze. Die is naar huis gegaan. We hebben het er net even over gehad. Maar wij denken dat hij eventjes zijn energiebel had gebracht. Ja, want jij belde hem van, hey, yo, we gaan weer opnemen. Kom hierheen. Wat zei hij toen? Hoe reageerde hij precies? Nou, ik heb Koen. Vaak als je Koen belt. Ja, nee, is goed. Ja, kom maar. Ja, nee, ik ben er over 10 minuten. Ja, nee, ik ben er bijna. Oké, hey, doei. Tot zo. Hij was zo licht, klonkie. Goed. En Robbie? Wie? Robby. Nee, ik zei wie, want hij in Parijs is geweest. Hey! Rob is in Parijs. Ja, frisse morgen. Frisse morgen in Parijs. Maar gewoon je business gewoon. Wat vind je van Milo zijn nieuwe stijl? Milo was keihard oud. Nou, je hebt wel gemist jongens vanochtend. Heb je genoten net? Nee, ik had dus in een badjas, moest ik dus staan daar met alleen een onderbroek aan, zo'n rode onderbroek. En dan bij een tramhalte. Ja, dus heel de wereld zat beter koekeloeren. Ja, heel de wereld zat beter koekeloeren. Echt, de mensen die kennen, dan kwam er weer zo'n volle tram langs, die stond daar zo. Nou ja, en je weet het. Goddelijk lichaam. Ja, ja. Dus ik schaam mij niet. Goed verhaal. Oké, wat wil je weer zien? Ja, zie ik hoe. Ja. Ja, 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 ja. Enk. Oeh, je bent helemaal gerestyled, man. Alsof je bij Al-Qaeda zit, man. Maar je hebt zo'n soort je hebt een soort bomgordel om. Oh! Ik ben nou mijn dierenvriend. Als hij liever eerst een beetje onderdak nodig heeft, dan krijgt hij dat van mij. Als één van jullie straks op Rob zijn schoot poept, betaal ik de rest van je leven te eten. Als dat gebeurt per ongeluk en je moet echt wat eten betalen, dat is fucking poep, veel geld. Niet plassen, poepen. Deze. Dit is hem hoor. Kijk hem zitten. Dit is... Wow, wow, wow. We houden de camera even zo. Kun je een screenshot maken? Je nieuwe screenshaver. Je blik richting mij en de dingen die je zei. Je kunt denken, barbaardje. Mensen, zou ik denk je, als ik echt goed gesparen, net zo'n baard als een oefening. Ik denk dat. Nee, natuurlijk niet. Ik wel man, ik zou dat gewoon doen. Wat zie jij er ongelooflijk goed uit, zeg. Ik blijf het zeggen. De productie die vroeg net, moeten we nog boodschap op jullie doen? Ja, een fles ijs heb ik gevraagd. Je moet even stoppen. Ik smelt. Zo lief. Is er echt een hond aan een persoon gekoppeld? Soulmates voor het leven. Ja? Dat is een beetje, als een hondje kiest, dan ben je klaar. Het is een beetje hetzelfde als met vliegende bisons. Wow. Hey, dat is 24 karat goud, die hoort geen goud. Ik weet niet, maar het geen goud, het is zilver. Het kaartje moet dus weer terug op, want dan moeten we terug hebben. Wacht even, hoor. 24 karat. ik smel. Kijk hem met die Dagoe. Hey. Nou, daar komt de grootste hond van allemaal. Hey! Motherfucker. Hey Dagoe, hey Dagoe! Hey, ik ben lekker. Had je die hoofdje zitten? Nee, dat nee, dit is even wel lief. Heel los poosje. Of is dat niet zo? Nee, ik heb een tepel. Even voor de Tentianos en nu zo. Ik heb het gevoeld. Ik wist niet waar ik het moest zoeken tot ik jou zag op dat hoekje. Daar was ik het kwijt. Want je blik richting mij en de dingen die je zei. Kan niet concentreren, ben totaal de focus kwijt. Ro heeft een zuigzoen, het is zover. Ja, hij heeft een zuigzoen. Volgens mij is gewoon een allergische reactie op dat hondje. Zo, dit is een goede shot. Een goede shot, hè. Kouloos. Hey, Anton, dit moet erin, hoor. It's rap for today. Helemaal niet. Mij wel. Ik ga naar huis. Oh. Hey, tot morgen, man. Hey, ik zie jou morgen, man. Ja, wel pas om 3 uur. Hè. Wow, oh my god, dag 2 van de clipshoot. En je weet hoe een dag begint. Eerst even een lekker bakje koffie. Hey, knappe meneer met baard. Kijk wat voor je is. Zou ik een koffie mogen? Espresso, doe een espresso. Wat zie jij eruit? Cappuccino met latte, havermelk. Ja, dat laatste.
Als je het opfokt, jongen, dan echt als spuug hem in je gezicht, hè? Mijn scène speelt zich af in een koffiebar, want ik ben namelijk barista en daar zie ik een klant, of nee, een gast. In de horeca zegt die gast, die klant, en ik ben smoorverliefd. Maar even, ik las het script, ik zag koffieshop, ik dacht even aan iets heel anders. Ik vond het ook raar dat jij hier stond, niet Milo. Hallo, je knoeit. Hallo. Ja, ik moet zeggen, hij loopt aardig. Hij loopt heel zachtjes, hè? Dat is goed, hè? Oh, lekker. Nou, normaal gesproken maak ik wel van die vormpjes erin. Ja, ik hoopte echt dat je dit ging doen. Alleen, dat kan niet, want havermelk schuimt... Oh, ik wou zeggen, waar is mijn schuim? Maar dan ben ik toch een cappuccino. Een soort sperma cappuccino. Ik ga even het smaaktest doen. Oh, maar ik denk dat dit die havermelk is. Ja, nee, die havermelk is niet lekker, hè? Ik bedoel, heerlijk, Roel, dank je. Yes, yes. Nee, doe gewoon je ding, maat. Roel verliefd, moet je het hier toch over hebben. Ik kwam aan zijn filmpje tegen dat had ik Roel had gefilmd toen hij voor het eerst verliefd was op zijn vriendin. De avond dat ze elkaar leren kennen, is dat leuk, dat vastgelegd. En nu is hij opnieuw verliefd, heb ik het weer vastgelegd. Nou, shout out aan mij. Oh. Dit is al vrij leuk. Oh, wat zag ik daarin? Zometeen komt mijn lievelingsshot uit de clip, denk ik. Doe even een kleine doe even oefenen alvast. Roel, ja. Wat ga jij doen? Ik ga een leuk circus trucje doen. En jong leren. Met wat ga jij jong leren? Met deze kopjes. Gelukkig is dit goede bescherming. Nee, maar voel je niet te onder druk, man. Hier, allemaal. Wow. Hoppa. Kan je met de pieken weggaan? Ja. Oh! Best goed. Mocht dit in de clip belanden, dan zie je dus hoe fake het is. Want... Oh, maar gelukkig lagen de kussens. Jouw moment. Wat gaat hier gebeuren? Is een kruin al. Zo. Ja, wat voor sokken heb je aan? Ja, ik moet even zeggen, ik heb echt de allerziekste sokken ooit. Ze zijn ook van jou, dus het is een pissie smerig. Want ze waren ook warm toen ik ze aantrok. Ja, ik heb ze lekker warme voeten uitgedaan. Nee, we gaan voor mijn shot hier in de sportschool. Weet je wat dus het ding is? Zeg maar, de andere locaties die zagen, die waren afgesloten voor ons. Ja, behalve de trend. Bij Koen. Maar dat hebben ze volgens mij dat niet gefilmd. Nee. Maar de sportschool is gewoon open. Dus er zitten hier allemaal mensen. Ja, kut. Ik zou het nog veel erger vinden. Ik sta er niet bij als op een goal. Yes, yes. Spannend. Zo ziet iemand eruit die het naar zijn zin heeft. Jij zit wel de hele tijd uit te lachen. Nee, hoezo? Ik heb Roel echt gesteund de hele ochtend. Ik steun jou ook. En nu kom jij hier. Je ziet er niet uit. Ik ben Mattie en ik ben knap. Ja, en gelukkig zit hij niet even tellen. 1, 2, 3. En daar dan nog een stuk of 20 mensen. Als zij straks het eindresultaat zien, jongen, hey, dan ben ik de man, hè? Want dan loop ik. Je moet nog, niet afkloppen nu. We gaan dus beginnen met de moeilijkste shot. Het eindshot, dat er toenadering is naar Rob. En Rob moet dan met open armen gaan staan. Dat gaat goed komen. Die toppie van je zus. Wat hier allemaal aan gaan is, ik heb geen idee. Ik ben aan het Hey Rob! Dit is hoe Ali beter werk gaat. Poging 2, daar gaat hij weer. Hij doet het goed hoor, alsof hij dit vaker doet. Ongewenst achter vrouwen aanzitten. Als ik jou in deze gym zie, raak ik mijn focus kwijt. Ik blijf aan samen naar je benen. Denk aan een huisje, boompje en een dochter met jouw genen. Hey, hij komt even binnen hoor, hij komt hier even binnen. Hey, je moet Rob even bezig zien hoor, dit is echt goed. Rob zit lekker in zijn element. Ja, hij zit lekker in zijn element, ja. En dit doen we allemaal met ons? Ja, sommigen wel, sommigen niet. Sommigen zijn niet serieus te sporten en anderen horen weer het complot. Ook een beetje ongemakkelijk, ja. Als je hoort te sporten niet. Ja, maar je gaat je sessie natuurlijk niet onderbreken. Deze krachtpats is hierachter ook wel bij. Ik kan het stoer doen, maar dit is wat ik niet zou kunnen. Nee, je gaat even dat ding optillen, oké? Okay? Hij wil die even optillen. Doe nog eens één keer hoe jij hem deed. Ja, stop maar af. Meer 90 graden moet ik meer zo. Dit zo. Dat is echt meer een flow pad. Dus doe het nog één keer. Nee, dit is niks. Stop maar. Je hebt echt een soort corrie nu. Ik ben aan het hier aan het trainen voor en ik ben verblijf. Maar als ik jou in deze gym zie, raak ik mijn focus kwijt. Ik blijf van samen naar je huppen billen tenen. Denk aan een huisje, boompje en een dochter met jouw genen. Heeft het wat kracht, jongen? Ik heb hem niet goed beter. De grip is niet goed, man. Ik heb hem niet goed beter. Hij kan het gewoon niet aan. Hij kan niet goed aan met zijn spiertjes. Nou, nu ben je wel getraind. Deze. Deze is één. Je had er helemaal geen aandacht aan moeten besteden. Ik wil het te graag. Je keek. Die ijsfles ligt daar bij de boekhouding, want dan kijkt Rob weer even naar de boekhouding kijken. Dat is gewoon. Waar is de boekhouding? Oh, dat is een rare boekhouding. Oh, wat ben jij aan het doen? Gast, echt. Er gaan kinderen die precies in deze klas zitten, gaan dit zien. Oh, mijn god, je ziet. Oh. Hey, John Travolta, hoe is het met je, man? You are the one that I want. Oh, oh, oh.
Hey, goede krul heb je al. Hè? Weet jij, hey John Travolta, weet jij je vliegtuigje moet vouwen? Nee, ik weet het niet. Doe even. Dit is goed. Nee, dus niet. Ah, tyfus lul. Ja, dat ding, je slaat mij. Ja, maar heel zachtjes. Jongens, ja, houd. We kunnen dit op één manier oplossen. Klein voetje twisten. Dit is voor iemand moet het zijn. Je moet niet allemaal hetzelfde doen. Jawel, allemaal hetzelfde. Oh, dat heb ik nooit begrepen dan. Ja. Het is rechterhand op blauw. Ik ben net een scheef gelaten. 100%. Hallo mensen. Hallo mensen. Hallo mensen. Hey. Ja, ik weet het maar. Hallo mensen. Of hebben jullie planning? Nou, ga je met je vriendin eten? Ik heb twee poesjes op me. Nou, dan ga je lekker kut eten. Nou, wij zijn klaar. Ik wist niet waar ik het moest zoeken, tot ik jou zag op dat hoekje, daarna was ik het kwijt.